Dit is het schilderij Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Het bestaat uit een heleboel verschillende kleuren die ook waarschijnlijk willekeurig op het doek zijn weergegeven. Maar er zit een structuur in, een systeem. En wat er nou in de Monetaire Unie aan de hand is, is dat het systeem eigenlijk ontbreekt. We hebben wel verschillende kleuren bankbiljetten en 17 landen die meedoen. Maar zoals Ruud Lubbers, in de tijd de premier, die het verdrag van Maastricht tot stand heeft gebracht, zegt: als je een Monetaire Unie hebt, dan moeten landen zich ook met het economische, het begrotingsbeleid en het belastingbeleid van de deelnemende lidstaten bemoeien. Twintig jaar geleden hebben de toen nog 12 Europese landen van de Europese gemeenschap het verdrag van Maastricht gesloten. Dat was de afsluiting van onderhandelingen om tot een economische en monetaire unie te komen. En daarbij lag heel erg de nadruk op de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en op strenge toelatingscriteria voor de landen die zouden gaan meedoen op den duur aan die economische en monetaire unie. En bovendien werd er toen een datum vastgesteld, 1999 en 2002 de invoering van de bankbiljetten, om met de landen die aan die toelatingscriteria voldeden te gaan beginnen. En daar is het nodige misgegaan. Nou ja, als je een datum hebt van landen die moeten gaan meedoen, dan ga je natuurlijk een beetje flexibel om met die toelatingscriteria. Dat is ook gebeurd met de toelating van Italië in de eerste groep en vervolgens in 2002 ook nog Griekenland erbij halen, wat eigenlijk helemaal niet voldeed aan die toelatingscriteria. Je ziet nu dat er grote problemen zijn met de betalingsbalans. Heel veel landen is eigenlijk nauwelijks aandacht aan besteed in het verdrag van Maastricht. Ja, in het verdrag van Maastricht werd zoveel nadruk gelegd op het begrotingsbeleid, de begrotingsdiscipline. Daar waren sancties voor ingevoerd, maar die sancties waren eigenlijk niet hard afdwingbaar. En bovendien ontbreekt er in het verdrag van Maastricht tot de dag van vandaag iets van een politieke structuur waarin landen elkaar echt de maat kunnen nemen en kunnen zeggen: jullie moeten dit doen of jullie moeten dat doen of jullie moeten belastingenverhogingen of hervormingen doorvoeren. En het ergste is eigenlijk, of het grootste omissie zou je kunnen zeggen van het verdrag van Maastricht, is dat die economische unie, die er ook bij hoort, dat die eigenlijk helemaal niet uit de verf is gekomen. Met als gevolg dat je landen hebt die aan de ene kant dus veel te veel besparen en andere landen die veel te veel uitgeven, die enorm veel lenen en die bijvoorbeeld ook hun hervormingen achterwege laten, concurrentievermogen laten versloffen of hebben laten lopen, hun loonkosten uit de hand hebben laten lopen. En die ongelijkheid die vind je eigenlijk terug in de betalingsbalans tussen de landen binnen de Europese Monetaire Unie. En dat is dus gewoon totaal verwaarloosd. Het is niet eens een criterium geweest in Maastricht. Nou ja, aanvankelijk was de bedoeling om tegelijkertijd een monetaire unie en een politieke unie op te zetten en daar afspraken over te maken in dat verdrag van Maastricht. Nou, die politieke unie die heeft Nederland in 1991 voorgesteld en die is totaal van tafel geveegd, volstrekt. Dat was, zoals minister Van den Broek het in de tijd noemde, Nederland is afgegaan als een gieter. Want dat hele plan van Nederland voor die politieke unie werd van tafel geveegd. En het curieuze is, nu wordt er gezegd van in het kader van die monetaire unie hebben we juist een grotere politieke eenheid nodig in Europa tussen die landen die aan de euro deelnemen. Wat waren de thema's van toen waarover werd gesproken? Ja, eigenlijk die politieke unie waar men het in 1991 over had, heeft eigenlijk niks meer te maken met waar men het nu over heeft, wat nodig is om de monetaire unie goed te laten functioneren. Want toen ging het over politie, veiligheidsbeleid, buitenlands beleid, justitie en dat soort zaken. Dus helemaal in een hele andere hoek. Dat is uiteindelijk in een soort pijlerstructuur weggezet en die heeft, bestuurlijk was dat een hopeloze toestand. Dus het heeft wel 10 jaar geduurd om daar weer wat eenheid en coherentie in te brengen met het verdrag van Lissabon. Maar wat er nu gevraagd wordt voor de monetaire unie is dat er een politieke samenwerking komt op het gebied van begrotingsbeleid, belastingbeleid en met name die economische hervormingen waar het in de zuidelijke Europese landen zo aan heeft ontbroken. Hoe kijken de kopstukken van toen terug op die periode? Nou, Lubbers zegt nog steeds, het verdrag was prima, maar wat er mis is gegaan, dat is dat in de jaren 90 het financiële liberalisme heeft toegeslagen, het casinokapitalisme. En Wim Kok, als minister van Financiën betrokken bij Maastricht, die zegt van ja, het was dit of niks. We hadden of gewoon kunnen doorgaan met de interne markt, en dat was het dan, met nationale munten. Of we moesten naar een muntunie, maar dan konden we niet verder gaan met soevereiniteitsoverdracht op het gebied van belastingen of begrotingsbeleid. Dus het was eigenlijk dit
of helemaal niks. En ze staan er dus eigenlijk alle twee nog wel achter, hoewel ze ook wel inzien dat er natuurlijk hele grote gaten in het verdrag hebben gezeten.